3 keer raden waar ik op zit. Ja, op een boot. En ik vaar zelf. Ik ga naar een eiland hier ver vandaan. Om te kijken wat ik daar kan doen. Alleen is niet iedereen blij met dit uitstapje. Daar is die, de boot. Even zwaaien naar de kapitein. En naar jou natuurlijk. De boot was aan de kade vastgemaakt. En dan kunnen we aan boord. Om veilig in de boot te komen, lopen we over een bruggetje. Handig hè? Weg naar een bijzondere plek. Naar een eiland hier ver vandaan. En daar kan je dus alleen met een boot komen. Wat een mooi uitzicht zo over de zee. En toen was ik er. Op het eiland. En dat eiland heet Schiermonnikoog. Eens kijken of hier wat te beleven valt. Eerst ga ik ergens iets eten, want ik heb heel veel trek in kaas. Wat een grote plakken. En ik neem er eerst stiekem een hap van, zonder mijn broodje. Super lekker! Dat broodje is trouwens super groot en past bijna niet in mijn mond. Daarna zag ik een mooi huis staan. En op de deur stond iets geschreven. Trek maar aan het touwtje. De deur gaat dan open. En ik kwam zo in een museum terecht. Kijk, hier zie je een heel mooi schip. Die mag je niet aanraken hoor. En wat ligt daar nou? De sabel van de veldwachter. Wauw. Een soort zwaard. Dat moet wel scherp zijn. Oh, en hier zit nog zo'n oude boot. En nog eentje. In een glazen kastje. Hier zie je hoe ze vroeger een vliegende ambulance hadden. Dat waren eerst kleine vliegtuigjes die naar het eiland vlogen om de patiënten te helpen. En later werden dat helikopters. Zoals deze. Die hebben we nu. Op de gang hing een lijst met allemaal verschillende knopen. Jeetje, die zien er ingewikkeld uit, zeg. En toen ik weer wegging, liet ik nog even een kort berichtje achter in een boek. Ik schrijf eerst de datum op en dan wat leuks. Ik schreef het mooiste museum en groetjes van Fayenne. En dan geef ik meteen nog even een paar centjes voor het goede doel. Dag meneer. Daarna ging ik weer verder. Maar ik vond het eigenlijk een beetje saai. Schiermonnikoog, ik ga weer varen hoor. Want op de zee is veel meer te beleven. Helemaal als je zelf mag sturen. Hoi. We vlogen keihard over de golven van de zee. En ik moest heel goed opletten.
In het water drijven namelijk boeien. En ik moest tussen de rode en de groene blijven. De kapitein zei dat ik het heel goed deed. En hij was blij dat hij even niets hoefde te doen. Ik had ook allemaal schermpjes om me heen. Zo kan ik extra goed zien hoe ik moet varen. Oeps, papa kan er alleen niet zo goed tegen. Ben je soms zeeziek, papa? Nou, ik vaar gewoon door hoor. En ik ga nog even ergens naar op zoek. Eens kijken of ik misschien wel zeehondjes kan zien. En na een tijdje zag ik iets in de verte. Allemaal zwarte stipjes. Als ik op deze manier blijf varen, kan ik een beetje dichterbij komen. Zie jij ze al? Voor mijn neus, op een zandbank. Het zijn er superveel. Te veel om allemaal te tellen. Vet zeg. Papa was alleen niet zo blij. Hij was het varen spuugzat. Snel terug naar de kade varen. Dankjewel, kapitein. En de volgende keer wil ik graag zo'n grote boot besturen. Vond je dit ook een leuke video? Klik dan op het duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet om abonnee te worden van mijn kanaal. Dat vind ik namelijk heel erg fijn als je dat doet. Groetjes aan iedereen. Doei doei.